In de derde week van ieder blok biedt Wiswijs een voortgangstoets aan. Hierin worden altijd 12 leerdoelen getoetst. Op basis van de voortgangstoets of de resultaten van de voortgangstoets krijgen de leerlingen weer activiteiten in week 4. De week na de toets, de vierde week, is gereserveerd om leerlingen extra instructie te geven. De toetsite is dan ook de eerste plaats voor het plannen van de week na die toets. In het weekplan staan de adviezen per leerling en de adviezen op groepsniveau. De toetsite biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van de hele groep door het hele jaar te volgen. Als de toets op papier wordt afgenomen, voert de leerkracht zelf de resultaten in. Het programma genereert daarna de adviezen en het weekplan. Ik heb nu niet meer echte e-kinderen en de echte uitvallers die zijn aardig bijgekomen. En ze kunnen nu bijna allemaal op een heel adequaat niveau rekenen.